zoals bij de wegenwerken, dit is ook een levende werf. Hè. Mensen wonen daar, het is geen nieuwbouw, je kan niet meer doen wat je wil. Aannemers hebben dat niet gemakkelijk natuurlijk, want dat is ja, niet in de opleiding van de aannemers zit geen communicatie of geen sociale waarheid. Dat zou ik niet willen voor algemene opleiding van aannemer. We hebben tegenwoordig het mooie woord van het Lean-proces. Ja. Het Lean-proces wil zeggen gestroomlijnd van A tot Z. Mm. En communicatie staat daar zeker ook in beschreven. Communicatie is belangrijk, dat je voor een afspreek. Hoe communiceren wij, langs welke kanalen komt instroom en hoe komt uitstroom? Wie is verantwoordelijk voor wat? Juist. En als je dat afstemt in een voorafgaande werfvergadering, bij wijze van spreken, voor opstart, dan is dat zuiver. Naar veiligheid toe heb je een veiligheidscoördinator, die al zeker de richtlijnen geeft, ook mee de werf opvolgt. En in de uitvoering van de werf heb je ja, wekelijkse werfvergaderingen, samen met uw technisch comité van eigenaars, om dus daar nog bij te sturen als het moet, want het spreekt over innovatie. Als we spreken over innovatie, we hebben offertes, hebben wij als syndicus ook wel de gewoonte om te communiceren met de eigenaars. Kijk, die werf kost zoveel, maar reken daar 10% of 20% afhankelijk van de werf, onvoorziene kosten in. Allee. Serieus, dat is voor ons soms een moeilijk verhaal naar de mede-eigenaars toe, om te zeggen, je moet daar een beetje marge in voorzien. Je weet, kijk. Ja, dat je ben ik mee akkoord, maar ik moet eerlijk zeggen, over het algemeen, hoe kwalitatiever de voorstudie is gedaan. Zoals ik zei, als er vanaf. Ik ben ermee akkoord, onder druk van de PME, inderdaad beperkt is in zijn voorstudie. Als je dan moet je maar vertelt, dan ben ik bij koop. Maar hoe meer dat men toch wil gaat doen doorgedreven voorstudie, hoe beter. En ik moet zeggen, de meeste studiebureaus die ook mag rustig reclame maken, de betere studiebureaus, die doen dat wel. Dat klopt. We gaan even terug naar het verhaal. Want wat we bij de syndicus ook gezien hebben de voorbije jaren was heel veel verbale agressie. Tijdens algemene vergaderingen en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat het werven, dat ook wel eens gebeurt, nu heel kort, want onze tijd dringt. De aannemer op de werf voelt zich oké. Ik zou zeggen, kijk, je moet altijd ook weten, oké, wat is de oorzaak? Hè? Met de mensen en relativeren. Hè? Met de mensen rustig babbelen. Inderdaad, iedereen weet dat, mens die ergens de opstelling maakt, probeer in eerste instantie begrip. Dan analyseer met hem samen en zoek met hem samen een oplossing. Mm-hmm. Heel simpel. En die mens gaat gewoon doodgelukkig en heel zen zal die terugtrekken. Communicatie. Absoluut. Dat is heel belangrijk. En niet via e-mail spreken met ze. Ja, natuurlijk.